is het nooit mijn bedoeling geweest om een idool te worden. Ik wou gewoon een muziekcarrière uitbouwen en ja, dit is eigenlijk meer een grap. En ja, de mensen zijn die grap nog altijd niet beu en ik eigenlijk ook niet. Zegt mij niks, eerlijk gezegd. Och ja, dat is waar. Ja. Ja, ze noemden Wim en Tom en mij altijd de drie musketeers. Waarom, ja, dat weet ik eigenlijk ook niet, maar ik zag er wel de humor van in. Ja, dat is zeker, ja. In feite zijn we allemaal winnaars. Alle finalisten hadden kunnen winnen. Allee, Cindy nu niet, want die had echt wel een klein beetje te weinig stembereik. En Chris ook niet, want die was echt wel gewoon te slecht. En die zwangere Caroline was eigenlijk onverantwoord dat die meedeed. Maar Tom en Wim, geen probleem, die hadden van mij rustidool mogen worden. Maar van het publiek dus niet. Ik plaats veel dingen in het leven tussen aanhalingstekens, maar er moet ook niet te veel worden achter gezocht, want een aanhalingsteken, dat zijn tenslotte gewoon twee commas die iets hoger staan dan normaal. Een gladde platenboy, dat is zoiets als een zwarte neger of een katholieke paus. Die mens kan er ook niet aan doen dat hem glad is. Hij zit in de platenindustrie, dat is een gladde sector. Moest hem niet glad zijn, dan past hem gewoon niet in dat verhaal. Trouwens, ik vind hem als platenboy lang zo glad niet. Als mens vind ik hem persoonlijk stukken gladder. Voor jou wordt dikwijls heel misbegrepen, omdat iedereen denkt dat een liefdesliedje is. En oorspronkelijk is dat bedoeld voor Bart Brusleers. Live zing ik soms nog wel eens die eerste versie en ik heb er nu een clipje van proberen maken. I crown you king of everything, alright. But you ran over the line, so this time I got it alright. You can't make me keep craving, all the circles are waving, and my happiness is...